Ik ben al 30 weken betrokken bij de SLM en we hebben heel veel werk verzet. Er zijn op heel veel momenten offers gemaakt door velen van ons in het team. En ik was niet van plan en niet bereid om ook hier weer een tekort te doen aan mijn gezin. Dus het werk moet voort. We hadden het zodanig afgestemd dat er altijd continuïteit van beleid zou zijn. Het is namelijk vakantieperiode. Iedereen wil even eruit met zijn of haar gezin. En dat was goed afgestemd vooraf. En dat het zich is gaan ontwikkelen op de manier waarop dat is gegaan, daar ben ik nog steeds erg verbaasd over. En eigenlijk kan ik het nog niet echt goed plaatsen. Ik heb nagedacht en ik denk van, maar wat is eigenlijk de aanleiding? En het enige hoe ik dit kan verklaren is dat er een, ja, hoe moet je het zeggen, een staaltje hogere partijpolitiek polemiek aan de gang is. En dat er een slachtoffer moet vallen. En het is heel jammer dat het dan de technocraten zijn die voor de bus gegooid worden. Zo, dat is de enige manier dat ik het kan verklaren. Maar waarom hebt u tijdens uw vakantie bedankt als president-commissaris van de SLM? Dat was op verzoek. En ik heb dat verzoek ingewilligd. En waarom was het verzoek? Daarvan moet u me ontslaan. Dat moet u misschien aan de aandeelhouder vragen. De aandeelhouder heeft gevraagd om u functioneel te leggen. Ja, zo is dat.